ze dachten, laten we een katholieke kerk bouwen. Dus ze pakten de hele zware stenen en 6 maanden later, toen was die half gebouwd. Dat gaat natuurlijk snel, maar de stenen waren wel heel zwaar. Toen 4 maanden later, toen was de kerk gemaakt. Iedereen was blij. Einde! De aspot! De priester die gaat naar binnen. Hij legt de stokjes neer. Hij steekt het vuur aan. Hij loopt naar de andere kant. Hij steekt het andere kant van het kruis aan. En nu moet hij wachten. En het is as. Hij veegt het op. En nu veegt hij het in dat kuiltje en gaat naar buiten. Hij zegt doei. Dit was het einde. Gisella's baby. In 1075 gebeurde er een wonder. Gisella moest met spoed naar de kerk, want ze ging bevallen. Ze rende zo hard als ze kon. En binnen gebeurde er een wonder. Ze kreeg een babytje. Einde. Het was nacht. Toen kwam de zon op en het ons verhaal gaat over het raampje. Er waren een paar zieken. Die gingen kijken hoe de priester ging bidden. Toen ging de priester naar binnen. Hier was het bij het raampje. Hij ging een bla 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 ging die doen. En toen ging hij bidden. Toen zei hij aan. En dat was het einde. Doei. Doei, doei. Market Garden vond zich in 1944 plaats. De Canadese Polsen en Engelsen proberen met parasieten en vliegtuigen het land te bevrijden. Ik ga even een sigaret roken achter de boom. Oh nee,